Luister, wat er gebeurt is dat jullie bij jullie, als jullie samen optreden, is dat de vrouwen, die worden is gewoon, is gekhuis. Ik check jouw Instagram. Bijvoorbeeld, jij plaatst foto's op jouw Instagram. Dit is bijvoorbeeld, dit is wat jij op jouw Instagram hebt geplaatst. Hé! Wat is dat, hoor? Wat is dit? Ben je de Lord of the Rings? Wat is dit? Kijk ze! Wat gebeurt hier dan? Maar wanneer dacht je, dit is een goede pose? Wanneer? Nee, luister. Dit was voor een boek van Nij. Dit was voor een boek van Nij. Nee, luister. Dit was voor Suriname bekend. Suriname? Dat is een boek en dan zijn er Surinamers die gewoon een beetje bekend zijn. Ja, en zo, ja. Dat soort dingen. En een bepaalde achtergrond moest erbij zijn dat mensen niet wisten. En ik heb geturnd vroeger. Dus vandaar die ringen. Oh, je hebt geturnd ook echt? Ja. Dus vandaar die ringen. Maar turnde je ook zo, bro? Want dit is ik heb nog nooit zulke sexy turners. Bro, ik ging naar op jouw Instagram kijken. Dit is wat jij plaatst. Check even. Dit is... Eeuw. Vroeger. Nee. Leg mij uit. Kijk. Hij... Kijk. Alsjeblieft, wacht, stop. Alsjeblieft, voordat je verder gaat. Heb je nog meer foto's van hem? Dan ga ik nog niks zeggen. Ik ga kijken welke foto's je van hem hebt. En dan wil ik je echt iets zeggen wat me echt dwars zit. Nee, maar kijk naar deze foto. Kijk, hier was jij alleen, hè? Ik denk het wel. Wat gaat er door je hoofd als jij zo'n foto maakt? Ik zeg je eerlijk, ik weet het echt niet, man. Het is echt... Ik weet het wel. Je was hitsig, bro. Wat is dit? Maar jij had een verhaal over hem. Ja, ik heb namelijk... Ik ga het gewoon zeggen. Ik heb een foto van... En het is niet eens dat hij het stiekem heeft gestuurd of wat dan ook. Het was gewoon... Oh, wacht. Kan ik dit zeggen? Ja. Nee, ik ga het gewoon... Ik zou het sowieso zeggen, maar ik wou kijken of je boos zou zijn. Gio heeft een filmpje of een foto. Ik weet niet meer wat het was. Filmpje of foto waar hij is een bokser is. En hij houdt zijn rokken vast. En dat heeft hij gewoon gepost gewoon voor iedereen. Gewoon van hier. Iedereen kan het zien en shit. En ik heb hem gevraagd, broer, waarom doe je dat eigenlijk? Hij zegt tegen mij van, ja, de game had ook gewoon een foto zo. Dus ik kan ook een foto zo maken. Jij denkt dat dit hitsige foto's zijn. Dit is niks. Dit is troep. Dit zijn gewoon christelijke foto's. Je hebt nog niet goed gezien, man. Echt waar, man. Dit is troep. Dit is niks. Ik ga spitten. Hey, ik heb nog een foto gevonden. Oh, god. Ja, maar deze is van Keizer. Oh. En Keizer, jij moet me even uit gaan leggen wat hier aan de hand is. We gaan terug. Wat is hier... Welke is Keizer? Die jonge dame daar. Die... Heb ik... Die met die korte haar, die donker... Naar wie kijk je? Je kijkt naar je moeder? Dit is van mijn moeder. Is je? Ja, want dit is een basisschoolfoto. Ja, ja. En dit is... Je was hier een kleine Judeska hier, hoor. Ai, ai, ai. Dit is hoe noem je dat? Je had eens in de zoveel tijd was er een soort zannetje en dan kon je... Dit is echt lijp, man. Maar wat was je hier aan het doen? Je Spice was hier... Girls, man. Je was Spice... Ja. Zal ik je zeggen hoe ik dat weet? Ja. Omdat die naast me daar zo, ik kan me herinneren dat Sporty Spice had zo'n soort dingen zat ze aan. En dat is die. Dit is echt lijp, man.